Hoe konden er tonijnen van 4 meter in de Noordzee leven? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, hoe ze precies leefden, dat weet ik niet. We weten dat ze er waren. Ik denk dat de vraag beter is, waar zijn die tonijnen van 4 met, meter lang gebleven? Als dit mensenheugen is, halen we vis uit zee, eerst vanaf de kant met schepen, eerst met zelfvaart en daarna met grotere schepen. Deze tonijnen kwamen voor in de Noordzee. We hadden een lokale populatie van tonijnen die minstens vier en misschien wel vijf meter lang konden worden. Die zaten een deel van het jaar in de Atlantische Oceaan, maar een flink deel van de tijd zaten die in de Noordzee. Een lokale zijpopulatie van de, de oceaanpopulatie. Tot pakweg 1930. Toen zijn we er flink op gaan vissen. En het is gelukt. We zijn weg. Er zijn geen tonijnen meer in de Noordzee. En de grote vraag is of ze ooit terug zullen komen. Want nogmaals, het was een lokale populatie. die bij ons op het bord is geëindigd. Een andere vissoort. die we daar zien. Hier hele grote helbotten. Die kwamen ook voor in de Noordzee. Die hadden we hier ook. Ook daarop gingen we vissen. Nou, ik, ik zie ze nergens meer in de vishandel liggen van deze grootte. Ze komen nog wel helemaal in het noorden voor, ergens bij Noorwegen, maar in de Noordzee absoluut niet meer. Die hadden we vroeger. En het volgende plaatje laat de visveiling zien. Dit is in Oostende, maar IJmuiden was precies hetzelfde. En als u goed oplet en verstand van vissen heeft, dan ziet u hier allemaal roggen liggen. Dit is uh, zo rond uh, 1890, 1900. In die tijd was de rog de meest gevangen vis in onze kustwateren. Je kunt nu een jaar op die dijk gaan zitten vissen en je zult geen rog aan je lijn krijgen. Die zijn helemaal verdwenen. Vroeger hadden we oesterbanken in de Noordzee. Deze oesters. Grote oesters. Vanaf, 1950, vanaf, 1850, sorry, vanaf 1850, is men die gaan bevissen. Eerst met zeilboten, later met stoomschepen. Ik vond een oude tekst. Er is een hele oude atlas van de Noordzee van meneer Olsen. Die heeft daar een kaart van de oesters in staan. En die schrijft daarbij in het Engels: The oyster is so great a delicacy and so well known. That any comments are needless. Maar in die tijd ging het al niet helemaal goed met de aquacultuur. Men kweekte die oesters in de buurt van Engeland en ook de, voor de Nederlandse kust. En ja, dat, uh, dat leverde te weinig op voor de vraag. En dan schrijft Olsen in zijn atlas: But Mother Sea has yet in store a bed or beds of 200 miles in length and varying even to 17 miles in width. Situated between Heligoland en de Doggerbank. Wij hadden in die periode, 1850, 1880, 20.000 vierkante kilometer van deze oesterbank. de ondergrond. Met dodemansduim. Met allerlei andere dieren die daar leefden. Anemonen, kreeften, krabben, noem maar op. 20.000 vierkante kilometer. Maar dan schrijft Karel May, de bekende schrijver van Winnetoe en Old Shatterhand. Die schrijft aan het eind van die 19e eeuw: God had alles wijzer geordnet als de gedankenloze begrijpt. Wie kunt alleen die bewonerschaft Londens jährlich 110 miljoen stuk oosten verspeisen, wanneer deze muschel niet een so ungeheure vermehrungsfähigkeit besäße? Hij zegt dus, onze lieve Heer heeft goed voor ons gezorgd, want deze dingen kunnen zich fantastisch voortplanten en we kunnen er heerlijk van verder eten. Nou, dat was een hele grote vergissing. Na 1890 gaat het al snel minder. Ergens rond 1930 wordt de laatste commerciële oester uit dat gebied gehaald en sinds 1970 vinden we ze niet meer terug. 20% van onze Noordzee was oesterbanken. Dat zijn wij helemaal kwijt. Je kunt daarbij ook zeggen, de natuur heeft de techniek ingehaald. Onze technieken werden steeds beter. In het begin deden we het nog met zeilboten, daarna met die motorschepen. En dat werd steeds meer betere vis gevangen. Tegenwoordig doen we dat op andere manieren. In het volgende plaatje zien wij een bordentrol. Dit is een gesleept vistuig, waarbij een net over de bodem wordt gesleept. Dat wordt door twee borden opengehouden. Die borden die wervelen de zeebodem op. En dan uh, zien we dus, uh, dat jaagt dan de vissen het net in. Deze vorm van visserij wordt in hoofdzaak in, uh, in het buitenland gebruikt. Niet zoveel door de Nederlandse vissers, maar wel uh, veel door uh, de door Duitsers bijvoorbeeld. Die vissen met bordenvisserij. In Nederland vissen wij in hoofdzaak met trawlers. Dat zien wij hier. Boomkorvisserij. Boomkorfvisserij is een methode waarbij we netten die door een boom worden opengehouden. Dat ziet u hier op die foto. Uh, en dan gaat het over de zeebodem heen. We hebben verschillende grootte, 12 meter breed of 4 meter breed. En daar zitten kettingen voor in. En die uh, jagen de tongen en de schollen waar de Nederlandse visserij in geïnteresseerd is. Jagen die op en die eindigen in het net. Deze visserij gaat in hoofdzaak op platvis. En de voornaamste soorten die we vangen, of die de Nederlandse visserij vangt, zijn school en tong, schaar, tarbot en andere platvissoorten. Maar naast die soorten waar die visserij in geïnteresseerd is, vangt men ook van allerlei andere dingen bij. En in feite, wat wij zien, is dat doordat die boomkorren over die zeebodem gaan en als het ware die zeebodem ploegen, er allerlei effecten zijn op die zeebodem. We zien dan dat uh, daardoor veranderingen optreden in het aantal soorten wat er zit. Roggen, als je die bijvangt in, die, uh, in deze visserij, in deze boomkorfvisserij, ja, die worden ook meegevangen, net zo hard als de schol in de tong. En ja, die roggen die planten zich niet zo snel voort, dus die leggen het loodje. Dat is een van de belangrijke redenen waarom die roggen niet meer bij ons voor de kust voorkomen. Dat zit hem in die visserij. Ook haaien. Hier hebben we er een, een ruwe haai. We Werd ook bijgevangen. We zaten vroeger ook in grote getalen bij ons voor de kust. Maar die hebben we dus ook niet meer. Althans, veel minder. De visserijdruk begint wat af te nemen. Maar, uh, en, en er komen dus weer wat meer haaien. Dus op zich, ze kunnen hier nog wel voorkomen. Maar ze zijn er veel minder dan wij hier in het verleden hadden. In het volgende filmpje van Claudie Barteling zien wij die zandige bodem. Hier is typisch een boomkor overheen geweest. We zien nog wel wat vissen zwemmen, die daar nog wat uh, vertwijfeld zoeken naar voedsel. We zien een oude kabel vanuit, uh, van een visserschip. Zo zien grote delen van de Noordzee er tegenwoordig uit. Daar gaat regelmatig zo'n boomkor overheen. En waar vroeger dus rijke oesterbanken waren, waar stenen lagen met allerlei begroeiing, is het nu een hele grote zandvlakte geworden. Wat betekent dat nou voor de vissen zelf? Hier zien we. De ontwikkeling van de school. De schoolstand in de Noordzee. Tussen pakweg 1955 en 1988 hadden we zo'n 300 tot 400 miljoen kilo school. Tussen 1988 en 2007. Was het heel laag, staat we rond de 200 miljoen kilogram school. En in hele recente jaren zien we dat die school in, gro in grote snelheid terugkomt in de Noordzee. En nu zitten we zelfs op een, uh, een recordhoogte van meer dan 600 miljoen kilogram school. Met name in die periode van 1990 tot 2000 werd die school ook overbevist. Er werd gewoon te veel op gevist. Het is toch wat minder geworden en we zien daar een herstel. Dat is ook inderdaad. Noodzakelijk. Wat we zullen moeten gaan doen is overgaan naar een duurzamere visserij. Zoals we dat in het verleden gedaan hebben, waarin we gewoon veel te veel vis wegvingen, dat is niet meer van deze tijd. Dus wij zullen ervoor moeten zorgen dat we op een of andere manier daar beter mee omgaan. Een duurzame visvangst. Waar we heen zouden moeten is naar wat in de wetenschap maximum sustainable yield heet, oftewel een optimale duurzame opbrengst. Dit is een wat ingewikkeld grafiekje. Wat u hier ziet op de horizontale as, dat is de visserijdruk, links 0, rechts 1, dan zijn we alles aan het bevissen. En op de verticale as staat de hoeveelheid vis. De blauwe lijn geeft aan wat de biomassa in zee is. De rode lijn geeft de vangst aan. En uh, wat we dan uh, beseffen is dat in het begin, natuurlijk, als je niet vist, heb je een maximale hoeveelheid. Dan zit dat blauw op zijn maximum. Dan gaan we vissen. Dan zien we de biomassa dalen, de vangst stijgt tot een optimum. En dan bouwen we toch nog steeds meer schepen en gaan door en we gaan over dat optimum heen. We zitten dan dus ergens rechts op die rode, rode lijn waar die alweer naar beneden gaat. Nou, dat is ontzettend dom. Want dan vangen we met meer inspanning minder vis. Dat is niet slim. Nou, dat snappen de vissers ook. En wat men besloten heeft van oké, okay, in de toekomst zullen we moeten zorgen dat we aan de linkerkant van die piek in dat rode lijntje zitten. We moeten zorgen dat er voldoende vis in die Noordzee zit, voldoende kapitaal. En dan gaan we alleen de rente bevissen, alleen de extra vissen. Dat gaan we op vissen. Dat is duurzame visserij. Daar zit nog wel een probleem aan. Want dit is het plaatje voor school. Voor Roggen ligt dat optimum veel verder naar links. En als je die dus terug zou willen hebben, dan zul je heel ver terug moeten met je visvangst. Dat gaat ontzettend ten koste van je vangst op school en kabeljauw. En dat is een reden om te zeggen van nou, als wij die roggen terug willen bij ons voor de kust, zullen we ook gebieden met rust moeten laten. Zullen we ook gebieden moeten hebben waar die visvangst tot een minimum is beperkt. Verder zullen we ook veel meer naar duurzame technieken moeten. We doen dat nu met een boomkor, die we over de. Bodem slepen. Hier rechts zien we er nog weer één hangen. Daar ziet u al die kettingen. Men heeft nu tegenwoordig een andere techniek. Daar links. Dat heeft men niet gedaan voor de natuur, maar dat heeft men gedaan omdat het veel te duur werd in olie. Als je dat tuig wat hier rechts hangt, als je dat over de zeebodem sleept, kost je dat ontzettend veel olie. En olie is duur, pas duur tenminste. En ja, dat kon niet meer uit. Ik bedoel, er was een tijdje dat een kilogram ton 8 liter olie kostte om aan land te brengen. Nou, dat is natuurlijk toch niet, uh, niet helemaal uh, duurzaam. Wat men nu heeft, dat is daar links, dat is de Sumwing of de Pulswing, zoals die nu heet. Dat is een vliegtuigvleugel. Die gaat als het ware over de bodem. Er zit een soort neusje vooraan, die raakt net precies de bodem. In plaats van de kettingen heeft men daar elektrische draden hangen. Tussen die draden staat een potentiaalverschil dat schrikt ook die tongen en schollen op en die komen op die manier komen die dus terecht in dat net. Dat is een veel milieuvriendelijke manier om te vissen. Nog steeds worden de dieren die op de zeebodem leven worden daarmee gevangen en beschadigd. Maar het is toch een betere manier om ermee om te gaan. Maar die roggen komen er ook weer in. Roggen zijn zelfs extra gevoelig voor die elektriciteit. Dus als we die rog terug zouden willen, dan is dit niet de manier. Dan hebben we weer andere dingen voor nodig. En heel recent hebben we ontdekt dat. ja, dit zijn dan nou wel uh, manieren van visserij die niet zo goed zijn voor het milieu of voor de natuur. Maar ook hengelen kan een probleem zijn. Want het is met visserij altijd zo: want een klein beetje visserij is niet zo erg. Maar als ik veel ga vissen, ja, dan wordt het toch wel een stuk minder. Er wordt vrij veel gehengeld voor de Nederlandse kust, bijvoorbeeld op zeebaarsen, bij scheepswrakken. En vrij recent is dus ook in het nieuws geweest: gaat het niet goed met die zeebaars? Ook daar zijn we over die piek heen nu. Dus we zitten fout. We gaan er gewoon te veel heen. We halen het er te veel uit. En ook daar zullen we dus moeten gaan afvragen van: hoe komen we nou ook voor dat soort visserij op een duurzame visserij? Dat is absoluut noodzakelijk voor de toekomst van die zee. En voor onze toekomst als wij veel voedsel uit zee willen hebben. Maar nogmaals, ik vind vis erg lekker, maar we moeten wel er voorzichtig mee zijn. De toekomst van de visserij moet dus een duurzame toekomst zijn. We moeten andere en nog meer milieuvriendelijke technieken ontwikkelen. We moeten zorgen dat de visserij in evenwicht is met de biomassa die er in zee zit, de hoeveelheid vis, en met de hoeveelheid jongen die geboren worden. Dat varieert ook door de jaren. Er zijn de jaren dat er veel geboren wordt en er zijn jaren dat er weinig geboren wordt. Daar moet je je wel een beetje aan aanpassen. We moeten zorgen dat we inderdaad dat op een goede, duurzame manier doen. En verder zal het nodig zijn dat we sommige gebieden gaan beschermen. Want als we maar door blijven gaan met die boomkorfvisserij en als we maar alsmaar weer over dat Friese front gaan, dan mogen we nog zo'n uniek gebied hebben met nog zoveel unieke beesten daar, maar dan verdwijnen ze wel. Dus ook beschermde gebieden in de toekomst, zeereservaten, is nodig, nodig voor een duurzame visserij. Of wij dan op een of andere manier weer in staat zijn onze technieken dusdanig aan te passen dat wij de tonijnen van 4 tot 5 meter weer terugkrijgen in ons deel van de Noordzee, dat betwijfel ik. Ik denk dat dat niet zo gauw zal gebeuren. Maar als we in de toekomst ook nog willen blijven genieten van al die lekkere vissen: de haring, de scholen en de tong. Maar tegelijkertijd ook ruimte willen laten voor die roggen en voor die haaien in ons gebied, want ze horen daar echt, dan moeten we wel ingrijpen. Dan moeten we wel op een andere manier ermee omgaan. In het volgende college wil ik jullie graag vertellen over de gunstige effecten die windmolenparken op vissen hebben.